Dat zal niet gaan, meisje. Generaal Isse is nog steeds in jullie op zoek. Jullie kunnen hier denken zo lang je wilt. Maar je zou best op je huis willen. We moeten iets bedenken, want zoals de situatie nu is, kan echt. Wat mij betreft is een grote boodschap. Het is een vechtplaats. Maar worden we tegen? Wij zullen ook makkelijk op sterk liggen. Laat me denken, nadenken. Ik verzin wel wat. Ik heb hier ook opgespoord met simpel denkwerk. Dat is goed. En als opa het niet weet, dan weet niemand het. Dan kan het dus niet anders doen als ik met hem ga praten. Wat zeg je, Liesje? Met wie ga je praten? Met de hele Uitvoering natuurlijk. Met wie anders? Natuurlijk, dat ik daar de eer aan heb gedacht. Mag ik je voorstellen? Ik ben bedvassig. En ik vind dat ik alle lieve kinderen gewoon niet in vrij te laten. En wat ik nog eens een eieren kopen? Vandaag ga ik het. Ik ga niet als Bambi, ik ga gewoon niet. Debbie, wat heb je? Wij zijn hier over serieuze dingen aan het praten en dan kun je eens onzin uitkramen. Ik vraag geen onzin, ik ben gekloneerd. Sorry mensen, zo ken ik haar niet. Ik ken haar bij het nog maar een paar maanden, maar tot nu toe ging het goed. Dus ik ben door elkaar, echt waar. Het is laat verwachten geworden. Ze trekt zich het lot van die kinderen rood te veel aan. Nou, ik vind het lot van de kinderen ook beseftig. Als ik bij hem zijn, neem hem zelf. Lieve mensen, ik ga iets voor mezelf doen. Ik keer terug, dat de man. En draag ineens in de macht van de generatie nodig. Voor jullie zelf, de democratische mensen, de burgers. Adje. Thank you.
Nee, zo ver ik weet niet. Het iets voor mezelf is nog steeds iets bereiden zo. Oh, wacht even. Moet je dan? Ik bedoel nog even niet. Maar er is komen een begin van ons leven. En maar ook daarbij is het geluk en ongeluk van Bebby en Israël aan elkaar hebben.